avond bij de avondploeg. De Game Room. De gasten van Power Unlimited zijn Bart en Wouter vanavond. Goedenavond. Goedenavond. En welkom jongens. Ja, fijn dat we voor het eerst visite zijn. Ja, dat zijn jullie al. Ja, dat zijn we nog nooit eerder geweest. Nee. En het voelt goed om gewoon niet de Game Room te zijn, maar ook visite. Ja, dan voel je toch een soort van meer welkom, toch? Ja. Koffie, gebak, alles. Nou verwachten we ook heel wat natuurlijk nu, hè? Ja, we hebben natuurlijk fantastisch nieuws. Ja, want visite neemt inderdaad vaak dingen mee ook voor de gasten. Zo. Maar het nieuws, ja. De Game Room, nieuws. We hebben geen games bij ons, sorry. Oh. Ja, ja, dat doen we ook niet bij Daniel Nivo elke week, hoor. Oké. Nee, maar we willen best een spelletje met jullie spelen. Hij wordt eng. Snel, ja. Het is momenteel de Steam Summer Sale. Woe! En dat is heel erg goed nieuws voor de PC-gamers. Want dat betekent dat je belachelijk veel games voor hele cheap-ass prijzen krijgt. Of kunt kopen natuurlijk. En, dat zijn echt kortingen tot 80% soms. Hè? Dus echt games zie je normaal voor €60 nu in één keer voor een tientje. We zitten inmiddels al op dag 5. En laten we even een paar voorbeeldjes erbij halen. Zoals bijvoorbeeld Max Payne 3. Nog niet eens zo'n hele oude game. Kwam vorig jaar uit. Volgens mij, als ik het goed heb, was het 2011. Nee, dat is... Nou, het maakt verder niet uit. Hoe dan ook, €7,49 maar liefst. Dat is toch een kopie? Oh, dat is een belachelijke kopie. Dishonored, en daarvan weet ik zeker dat hij vorig jaar uit is gekomen. Een hele goede stealth game. Je moet er dus sneaky in zijn. Dat komt op hetzelfde neer als stealth game. Hoe dan ook, Dishonored, €10,19 maar. Nou. Ja, jij moet op de markt gaan staan. Ja. Met bosjes bloemen. En wat nog wel het bijzonderste is, Reus. Dat is een game van Nederlandse makelij. Het is een god game, dus je speelt eigenlijk een beetje een god. Ik moet eerlijk zijn dat ik hem nog zelf nog niet gespeeld heb. Maar ik ben wel heel trots, omdat het een Nederlandse game is. Die kun je voor €4,99 halen. Die jongens die hebben al goud geld verdiend, heb ik net gehoord van Ja, ik ben gisteren even geweest op de plek waar zij zitten met hun ontwikkelstudio. Ja. Is dat ook in Utrecht? Dat is ook in Utrecht inderdaad, in de Dutch Game Garden aan de Neude. En hun plekje waar zij zitten is denk ik 1/4 of 1/5 van de studio waar wij nu zitten. Ja, dat is echt heel erg klein. Dus, maar die jongens daar in dat hele pand maken wel echt briljante games. Dus dat wordt, Ja, daar heb je dus niet veel ruimte voor nodig, kennelijk. Nee, absoluut niet. Misschien werkt het juist wel als een klein hokje, word je er creatief van. Ja. Had ik al verteld hoeveel reus op weg gaat? Ja, nee. €4,99. Oh ja, precies. Oké. Okay. Nou, laten we dan doorgaan met gewoon nog meer gratis dingen of goedkope dingen. Xbox, of in ieder geval Microsoft, heeft aangekondigd dat ze voor Xbox Live Gold members dat ze gratis games gaan weggeven. Net als bij PlayStation Plus, wat Sony doet. Ja. En deze maand, hè? Dan begin ik even aan mezelf te twijfelen. Maar in ieder geval vandaag, Assassin's Creed 2, gewoon gratis downloaden als je Xbox Live Gold hebt. Zeker doen als je die game nog niet hebt, maar het is gratis. Maar waarom doen ze dat dan? Dat gewoon om vriendjes te zijn met de gamers. Dat vinden ze leuk, daar houden ze van. Ze zijn een beetje jaloers op PS op de PlayStation, die inmiddels hele goede vriendjes zijn met gamers. En ze hebben ook al een sale gehouden. Vorige week was dat, of was dat 2 weken geleden. En daar hadden ze ook games belachelijke prijzen weggegeven. Het is blijkbaar in en hip om in de zomer te smijten met je games. Maar Assassin's Creed 2 is wel een van de betere delen. Ik ben nu met Assassin's Creed 3 bezig. Die moet je gewoon niet spelen, vind ik. Maar goed, dat moet ik eigenlijk niet te hard zeggen, want een van onze redacteurs is daar het hard mee oneens, want die heeft het een 9 gegeven. Strijd op de redactie. Ja, inderdaad. En we hebben nog wat leuke feitjes over GTA 5. Dat is een ding, hè, dat hele GTA-verhaal. Oh, jongen, dat is zo'n ding. Vorige week is er een trailer over uitgekomen. Ja. Hebben jullie het wel met... Jazeker. Toen stond de wereld op zijn kop. Eén trailer en... Oh, maar wat voor trailer? Ik heb er niet zo heel veel mee, hoor, met GTA. Meestal haak ik toch na 1-2 weken een beetje af. Maar ik zag die trailer en toen begon het bij mij zelfs een beetje te kriebelen. Ja, dus, wat zeggen. Maar een ding van GTA is dat je nu als een van de... Je hebt 3 hoofdrolspelers en één daarvan, die heeft een hond. Die heet Chop. Ja, als in hak, weet je wel. Ik dat klinkt gezellig. Dat is een hele mooie, gezellige, dikke Rottweiler. En het nieuws daarvan is dat je zijn halsband kan customizen. Dus die kun je aanpassen zoals je wil. En je kunt je hond kwijtraken. En dat lijkt me toch best wel tragisch. Als je gewoon niet oplet en als je iets fout doet, dan kan die gewoon weglopen. En dan krijg je hem nooit meer terug. Oei. Maar betekent dat ook dat je je hond ook moet trainen dan in het spel? Of, Ja, dat is zeker. Je kan hem volgens mij trucjes leren. Dat is een beetje... vergelijkbaar met in Fable 2 had je ook een hond. Hoe
zielig is het om je Rottweiler kwijt te raken. Ik vind het een beetje zoals de mobiele telefoon in GTA 4. Gewoon irritant dat je voor dat iets... Klopt, dat, ja. Je wordt gewoon gedwongen om je hond te verzorgen. Weet je, als Nee, dat hoeft dus niet. Je kan hem ook gewoon zorgen dat je kwijt raken. Ja, heerlijk lijkt me dat. Maar dat customizen van die halsband wordt een beetje GTA meets The Sims zo bijna. Nou, het leuke is, je hebt meer dan 15 wilde diersoorten in GTA. En daar kan je ook op jagen. Dat zal nog wel wat worden met de PETA. Ik word eigenlijk een beetje moe van het dieren afmaken. Ik vind het prima om mensen af te maken in games. Dieren afmaken vind ik helemaal niet leuk. Het voelt helemaal niet bevredigend. Nou, die mug vannacht, Wouter. Maar wat is het idee dan in GTA om dieren af te maken? Wat kan je daar dan volgens mij? Ik zou het eigenlijk niet weten. Het heeft meestal, in de meeste games heeft het weinig nut. Ja, in sommige games kun je ze nog skinnen, zodat je er zeg maar tasjes en zo van kunt maken. Maar ik kan me niet voorstellen dat je in L.A., want daar speelt deze game zich af, in en om rondom L.A., dat je dan iets hebt aan het skinnen van dieren. Nee. Ik zie ook niet dat we zo snel doen in de straat van L.A. Ook helemaal niet met je hond trouwens. Nee. Er zijn wel heel veel zebra's op straat. Oh, dat het daarvoor is, ja. Uit mijn hoofd even, 17 september toch die nieuwe game van GTA. Ja, klopt. Ja, dat heb je goed onthouden. Mijn adventkalender die heeft alweer 7 dagen ervan af. Dus wat dat betreft gaat het goed. Ja. Voor de rest nog iets nieuws te melden uit de gamewereld? Nou ja, wat voor mij wel groot nieuws is binnen de e-sports scene, is dat afgelopen week heeft de Amerikaanse regering eindelijk voor het allereerst in de geschiedenis e-sporters erkend als echte atleten. Mm-hmm. En dan zeggen sommige mensen, ja, die gasten die zitten toch de hele dag te gamen. Maar weet je, het is net zo zwaar. Als je echt in die scene zit en je weet dat die gasten ervoor laten en voor doen. Ja. En wat je echt moet kunnen om zo'n e-sporter te zijn. Dan dat gaat echt ver en dat is echt wel een atleet zijn. En waarom is het belangrijk dat de Amerikaanse staat nu League of Legends spelers heeft erkend? Dan kunnen ze een visa krijgen en dan kunnen ze daar ook gaan wonen samen met hun teammaatjes. Oh, echt, ja? En anders, als je dan in Amerika wil spelen met je team, dan kom je daar gewoon niet binnen. Als je wil werken, daar heb je een green card nodig. Ja, en daarom is dit best wel een belangrijke stap om de e-sport scene nog groter te krijgen. Maar dan even één ding, want je zegt, je hebt echt wel bepaalde kwaliteiten voor nodig. Wat is dan één ding waarvan je als e-sport echt zegt van dat moet je heel goed kunnen? Opperste concentratie! Nou ja, laat ik even een voorbeeld noemen. Een goede StarCraft 2 speler die haalt zo'n 400 tot 600 aanslagen per minuut. Zo. En dan weet hij ook nog wat hij doet. Dus dat is niet met je gezicht. Aanslagen per minuut. Dus dat is niet met je gezicht over het toetsenbord rollen. Dat is gewoon echt gecontroleerd. Iedere dinsdagavond bij de Avondploeg. De Game Room. Ze zijn er nog. Bart en Wouter. Welkom. Hallo, jongens. Net al het hele game nieuws doorgenomen, maar er is natuurlijk nog een game die we even moeten reviewen vanavond. Welke game gaan we onder de loep nemen? We gaan het hebben over Mario & Luigi Dream Team Bros. En Nintendo heeft het eerder dit jaar al aangegeven dat dit gaat het jaar worden van Luigi. We hadden natuurlijk al nieuwe Super Mario op de Wii U. Ja, even voor duidelijkheid. Het zijn zo'n lange namen. Ja, het is ook het jaar van de veel te lange Nintendo-titels. Echt belachelijk gewoon. Sowieso ook Mario en Luigi moeten er nu bij. En dan nog een subtitel en dan nog een subtitel. Dus geen wonder dat Bart in de war raakt. Ze maken het ons niet makkelijk. Nee. Maar in ieder geval de game die er was voor de Wii U van Mario, die 2D-game. Daar is nu ook een hele add-on van Luigi voor. En nu in deze game, Mario & Luigi Dream Team, staat eigenlijk ook wel een beetje in het teken van Luigi. Hij is wel een beetje de held. Ja. En in deze, het is een RPG. Wat zoveel inhoudt dat je kan levelen, je kan skills ontwikkelen. Ja, het gaat wat dieper dan de gemiddelde Mario platform game. Je hoeft niet alleen van platformpje naar platformpje te springen. Maar het is echt een verhaaltje. Maar is de kracht van Mario niet gewoon dat simpele? Ja, eigenlijk wel. Maar het is ook vrij simpel. Kijk, je hebt niet zoals bij Final Fantasy dat het heel erg diep gaat. Nee. Je hebt wel van die turn-based battles. Dus je hebt bijvoorbeeld, die staat met Mario en Luigi aan de linkerkant en die vijanden staan aan de rechterkant. En dan moet je op het juiste moment op de juiste knop drukken om met de juiste combo's te verslaan. In feite speel je om's de beurt, zeg maar. Ja. Je wacht op je beurt en dan ben jij aan de beurt. En dat klinkt heel simpel, maar het gaat steeds dieper. Want het eerste gevecht is heel simpel en dan snap je het nog wel. Maar dan later gaat het steeds dieper en dieper totdat je best wel ingewikkeld wordt. Maar gelukkig in deze game gaat dat niet heel ver. Je hoeft geen rocket scientist te zijn om deze te spelen. Okay. En het blijft dus ook al leuk, want het is een beetje Mario en Luigi en dan slapstick humor. Mario is dan een beetje
De coole broer van Luigi. En Luigi is een beetje de biel, de slungel. Een drollige mannetje erbij. Ja, en in deze game ligt Luigi te slapen. En dat is eigenlijk best wel grappig. Want dat doet hij dan onder andere op het onderste scherm van je 3DS. Want deze game is voor de 3DS. Mm-hmm. En het leuke daarvan is dat je dan ook een beetje met Luigi kan spelen terwijl hij slaapt. En dan kun je onder andere spelen met zijn snor. Je kan hem kietelen zodat hij niest. En als hij dan niest, dan gebeuren er ook dingen in de game en zo. Dus je kan met het gezicht van Luigi ook dingetjes doen die uiteindelijk... Ik had touch. Dus het klinkt eigenlijk best wel naam. Ja, het blijft gewoon een lekker koddig Mario-gamepje dus eigenlijk. Ja, okay. Maar net wat dieper dan normaal. Ja, net wat dieper, inderdaad. Oh, ik kom er gewoon niet meer uit deze gedachten. Jongens, we gaan wel eens hieruit redden. Het is gewoon een hele leuke RPG-game. En als je echt van die Mario-RPG's houdt en je wil een keer wat anders. Ik bedoel, alle characters zitten erin. Dat je Peach wordt weer ontvoerd. Je hebt weer een Bowser. Je hebt weer de paddenstoeletjes. Het bijzondere hiervan is ook dat de characters echt een beetje, ja, hoe noem je dat, een persoonlijkheid hebben. Ze hebben echt, ze hebben teksten, ze denken over de dingen na en ze hebben dialogen met elkaar. Het is niet heel simpel van, weet je, oh Pietje wordt ontvoerd, laten we haar redden. Er zit echt een verhaal in waarover nagedacht is, er zit een script schrijven achter. En dat is wel een unieke kijk op Mario. En het lijkt mij, ik heb het nog niet heel erg gespeeld, maar het lijkt mij nu al aantrekkelijker dan een gemiddelde platform Mario. Maar Mario is tijdloos, toch? Dat is gewoon absoluut. Inderdaad ook weer met dit verhaal. Dat, ja, als je er een beetje wat meer diepte in stopt, dan blijft het gewoon altijd vet, toch? En het is heel herkenbaar. En, ja. Het blijft heel erg leuk. En, als jullie jezelf zouden moeten vergelijken met Mario of Luigi, wie zou je dan zijn? Nou ja, Bart heeft een keer een Luigi pak aangehad. En dat stond hem zo verdomd goed. Dat hij heeft nu ook een beetje groen t-shirt aan. Dus... Ja, ik moest er ook aan denken. Ik moet ook eerlijk verklappen, toen ik nog Super Smash Bros. Melee speelde op de GameCube, speelde ik ook altijd met Luigi. Dat was mijn favoriete character, omdat je daar heel makkelijk mee terug nog kon komen op het platform. Wouter, jij dan ook echt Mario of niet? Nou, ik heb iets roods aan. Ik bedoel, het lijkt voorbestemd. Ja, precies. De Game Room. Prijsvraag. Hey jongens, wij gaan hem ook weggeven, die game, voor de Nintendo 3DS. Wat moeten we daarvoor voor weten? Ja, Wouter heeft daarvoor een hele goede prijsvraag bedacht. Ja, hoe... Dit is een deel in de RPG-reeks van Mario. En daar zijn meerdere delen in. En ik wil graag weten hoe het vorige deel uit deze reeks heette. Dus hoe heette het vorige deel in deze Mario RPG-reeks? De Game Room. Prijsvraag. Ja, daar zijn we druk mee bezig, jongens. Het was voor jullie zelf ook nog even zoeken, hè, wat het ook weer was. Nou ja, kijk, je hebt een RPG-reeks. En er is nog wel een Paper Mario Sticker Star geweest die je ook kan rekenen onder RPG. Dus ze hadden eigenlijk een beetje twee antwoorden die we goedkeuren. Ja, oké. Okay. Nou, dus... we hebben iemand aan de telefoon die denkt dat hij het weet. Goedenavond, met wie? Met Nando. Nando? Ja. Hallo de jongen, hoe is het? Het gaat goed. Ik ben echt blij. En welk karakter zou jij zijn? Nou, ik zou best wel Mario willen zijn. Want hij is best wel de stoerste van de twee. Ja. Oude pizzabaas. Ja, als je tussen die twee moet kiezen, dan is Mario inderdaad de stoerste. Ja, dat is wel de beste keuze voor jezelf, ja. Hey, jouw antwoord op de vraag, jongen. Wat zou het moeten zijn? Mario en Luigi's Bowser's Inside Story. Ja, dat worden rekenen we goed, hè? Yeah! Yeah!